Ending of the loop. Het is de derde treffen tussen de beide teams. De twee vorige edities. Shirt was, so he's got a, round thing on his. They were out of jackets, so they gave me rubber. Somebody needs to tell me. Steven Verijn. Is het waar dat gele hesje waren? Nice work. Score 6-2. You're the leading. Put that. Check.
Serve is eight by Yuzi for 8-5. Steven voor Rijn. Even checken of de paal dus klopt van het blauwe hesje opbouwen. Even checken of het klopt dat de blauwe hesjes voor de fotograaf klopt waren. Voor de midden in 9. Naar over de formering van Jadien. De bal is diep op hier vanavond klaar. 10-8. Jozee. 10. Holland. 8. Ja, ja. Ja. Goed gekozen daardoor. Haar partner. Jadien van dit. Maar zelfs een keer. Number 13 against number 20. I'm seeing Holland 10, USA 11. Mooi om te horen de communicatie tussen de beide teams over naar Nederland. Roos en Jatien geven elkaar veel informatie. De score, 11-13. First set.
Then the top side of the block. The beam comes in. That's the net by the block, 19-14. 17-14. We gaan de eindfase in van die eerste set. Nou, we doen hebben we daar zelf gedaan en we gaan weer een beetje steunen. Volledig in de sprint, dat is nog wist, maar helaas niet haalbaar om de bal te controleren. 18-15, 3 punten in de voorsprong. Maar ook nog 3 punten te gaan voor Wits in de eerste set. Mooi scoren door de grote Van der Hoeven, 16-18. En heeft hij dan weer zo'n vlammende surf in huis. Bekeken die surf. De positie was net buiten de zijlijn. Dat betekent 35 punten gespeeld. Veldwissel. Scoren 19-16. Ga mij de kant nog op, Thomas! Bitte.
There's a lock to win the first set. 21-17. USA takes the first set. De beide teams al twee keer eerder dit jaar tegen elkaar speelden we in Canada tijdens de Quebec Open, waar we van de hoek van de Flits met 2-1 wisten te winnen. En tijdens de wereldkampioenschappen waren de Amerikaanse dame Cedric Hansen die met 2-1 won. Start of the second set hier in de league. Hansen. Mooie rally gewonnen door de Amerikaanse dames. De score brengt daarmee op een gelijke stand. 2-0. Van Roosterhoeven. Ja, de kansen die zijn er zeker. Amerikaanse dames die maken de bal in de rally niet direct af. Dus geduldig blijven en elkaar goed helpen. Stand 3-2. Time switch, King 4-4-3, USA. Taking the lead in the second set. En daar is het Roosterhoeven die aangeeft dat zij een time-out wil hebben. De score 5-3, een voordeel voor de Amerikaanse dames. Time-out, de net.
4-5-2. Power hit door Jan-Pieter van der Vlis. Ja, ze moeten er even doorheen zichzelf lekker in de wedstrijd spelen. 4-6. Voor de shirt brengen wij de Nederlandse naam in het opvangen van 24. Met een verschil 6 punten, score 10 voor de Amerikaanse dames, 4 voor de Nederlandse meiden. Prachtige goal, voor Van der Hoeven geeft hij de richting aan. En ja, die scoort bij Tennepie. Een keer vanuit de training teruggebracht. En de Brooke Hansen wordt verzorgd voor 12 en 5. Ja, dan is de inhoud niet begonnen. 6 punten de achterstand. De min achter daar komt geen tegenstander en het schaak is gebonden 7 tegen 13. Bal land buiten de lijn en 21 points. 14-7. Technical. Thank you.
zo heerlijk kunnen vechten, ze zo kunnen vastbijten in de tegenstander. En wij gaan natuurlijk met z'n allen ervoor zorgen dat die dames aan het tweede gedeelte van die tweede set ook echt daadwerkelijk gaan doen. We geven de dames een applaus als we verder komen en staan als één man van mijn vrouw achter de jantien in rood. Kom op meiden, blijf knokken en vechten. Laat zien wat je waard bent. USA, first set 2016 en 14-7 in de second set. Brooke Hansen, first. Een en ander gebotje van de Valkwees. Prachtig gedaan, wat een blijdschap. De score 9-15. En dat kan natuurlijk nog makkelijk. Tussen de handen door van de Valkwees. Een punt voor Warren Pendrick. Ja, de richting was natuurlijk prima in, op de mid-achterpositie, maar enkele centimeters achter de achterlijn betekent 18-10. Zij change score 18-10 in de second set. Doe het duel aangegaan, het gewonnen alle net. En daarna de score voorlangs in de 10 van de quiz. 11-18. Roos van Zuid. Hoppa! Een prachtige teamprestatie, dames en heren. De blokkering duurgenaal. En de verdediging rechtdoor. Diepe service gezocht, maar uiteindelijk is het resultaat niet gevonden. 19-12, 2 points, we winnen de second set in de rest. En met de slot, 20-12. Next point, winnen. Mooi score van Jantien, de
wedstrijd afgelopen op de center court. Steven aan Ron. Nog één punt, het is nu afgelopen. Daar is het score 21-17, 21-13. USA takes this game, the first game. Thank you.